Eigenlijk met u gelijk de belangrijkste ruimte van dit museum ingegaan. Er is straks nog heel veel meer te zien. Ik zal u straks vertellen wat u nog meer kunt verwachten. Maar eigenlijk is dit de plek waar het allemaal lang geleden mee begonnen is. Ooit de woonkamer van Eysinga. Hier woonde hij lang geleden met zijn gezin. In 1774 voorspelt iemand het einde der tijden, naar aanleiding van een hele fraaie planeetsamenstand. En op dat moment besluit Eysinga om in zijn woonkamer het hele zonnestelsel op schaal na te bouwen. Hij wilde de mensen geruststellen, inzicht in de werkelijkheid geven. En in 7 jaar tijd heeft hij zijn complete woonkamer, inclusief de zolder, omgebouwd tot een werkend schaalmodel van het zonnestelsel, wat nu ruim 230 jaar later nog steeds werkt. En dat maakt het heel uniek. Een gigantisch radenwerk van meer dan 60 houten wielen. Daarop aangebracht meer dan 10.000 spijkers. En het knap is dat hij het allemaal zo gemaakt en berekend heeft dat werkelijk al die wielen met elkaar verbonden zijn. En daarom kan het allemaal vanuit één punt centraal worden aangedreven. En hoort het geluid? Het geluid wat hier altijd aanwezig is. Een slingerklok. Het hele planetarium loopt gewoon op één enkel Friese uurwerk. Hans Noordmans was een van de bezoekers aan het planetarium in de jaren 90. Mijn voorganger kwam met hem in contact, omdat hem opviel dat die bezoeker zoveel belangstelling had voor het radenwerk. En op een bepaalde dag pakt Hans Noordmans zijn tas en er komen de meest geweldige tekeningen van het radenwerk uit. En bleek dat deze bezoeker vanuit een soort interesse voor Eysinga en zijn planetarium zeer nauwkeurig dat hele radenwerk, dat ongelooflijk ingewikkelde radenwerk, in kaart hebben gebracht. Dit is een van die mappen die toen tevoorschijn kwamen uit zijn tas. En het was een perfect moment, want ja, in die tijd bleek het planetarium toch regelmatig storingen te hebben. Het viel stil, vastlopers. Het was een moment voor een restauratie. En op dat moment is eigenlijk besloten om deze bezoeker, deze Hans Noordmans, als projectleider aan te stellen. Want het bleek dat hij zo goed op de hoogte was. Vanaf dat moment hebben we hem ook regelmatig de tweede IJzer Eysinga genoemd. Want hij is helemaal in de huid van Eysinga gekropen. Heeft zich helemaal proberen te identificeren met deze persoon. Om voor te stellen hoe Eysinga dat hele ingewikkelde aspect van sterrenkunde heeft vertaald in dat radenwerk. Dus er was eigenlijk maar één persoon die dat goed kon doen, Hans Noordmans. Hans Noordmans was van beroep was hij ingenieur, dus die man had een enorm technisch inzicht. En dat gecombineerd met veel belangstelling voor sterrenkunde, van kind af aan al. Ja, hij zag dat gecombineerd terug in het planetarium. En na zijn pensionering heeft hij zich helemaal gewijd aan Eysinga en zijn planetarium. Dit stukje hebben we justerhand, dus we zijn nu van de mooie jaren begonnen en we zijn dus hier ongeveer. En het demonteren, dus alleen het demonteren, dat eindigt hier. Dat beginnen 30 stappen, dan hebben we het hele planetarium uit elkaar lezen en dan gaan we weer in dezelfde volgorde gaan we weer om. En monteer het ik weer precies in de goede volgorde. Sinds die dag tot op de dag van vandaag werkt het bijzonder goed. En wat ik zelf erg belangrijk vind als directeur-conservator nu, is dat al die kennis van Hans Noordmans vastgelegd is. Hij heeft computerprogramma gemaakt, rekenschijven gemaakt. Nou, het ziet er misschien heel eenvoudig uit, maar dit kleine schijfje geeft mij de gelegenheid en ook mijn opvolger straks, want we bestaan al eeuwen en we gaan nog even door met dit planetarium, dat kan, om op elk moment van de dag exact te zien hoe heel dat ingewikkelde radenwerk afgesteld moet zijn. Dus in het geval van onderhoud, in het geval van een mogelijke storing, kunnen we aan de hand van de beschrijvingen en de rapporten van Hans op elk moment van de dag het weer perfect afstellen.
En dat is zo belangrijk voor de instandhouding van dit planetarium. Van dit grote tandwiel naar dit tandmatten, dat vreegt enorm veel energie. Dat is het, wel het moeilijkste stukje. Als je dat zou sjoggen, dan weet je net wat je beginnen met en wat je ophouden met. Zo ingewikkeld is het. Ik heb ontzettend veel van Hans geleerd. Maar hier komt het in samen. En dit maakt het toegankelijk. En dat is zo plezierig, want ja, IJzer-IJzega was een fenomeen. Hans Noordmans was een fenomeen. En hiermee kunnen ook hele gewone zielen als jij en ik dit planetarium goed onderhouden. Ik zou het prachtig vinden als mensen ook weer door Hans Noordmans geïnspireerd worden. Die denken van kijk wat deze man allemaal door liefhebberij, door verdieping heeft bereikt. Ik ga me er ook mee bezighouden. Het is wel prachtig als die kinderen op bezoek komen en ook denken van hier ga ik mee aan het werk. Het zou geweldig zijn. Nou, in januari 2013 hebben we samen hier doorheen gelopen op onze knieën. Van bovenaf met ons hoofd tussen de balken door. Om stapje voor stapje al die tandwielen eruit te halen. Rondom goed te smeren, te onderhouden. En alles weer terug te plaatsen en af te stellen. Toen kroop Hans hier ook gewoon nog doorheen. 83 jaar. En ik ben heel blij dat we dat vorig jaar januari nog met hem hebben kunnen doen. En natuurlijk hadden we er op gerekend om de Zilver Anje voor al dat werk voor hem ook aan hem zelf te kunnen overhandigen. Maar spijtig genoeg moet dat postuum gebeuren. Thank you.